Hier zijn Magdalena en Arend Langenberg. Yes. Arend, lekker ding. Nou, je moet het maar even horen zo van de tribune. Arend, als eerste vraag. Je wilde graag stoer overkomen. Is dat gelukt, denk je? Nou, kijk. Ik hoop wel dat ik goed ben overgekomen, zeker met haar. Het was, ik ben stoer gewoon. Ja, we hebben in ieder geval genoten, maar we gaan eventjes kijken. Let op in de slow motion hoe geweldig jij dat deed. Elvis Costello hemzelf. Zeg Arend, ik wil geen nare opmerkingen maken, want we genieten van deze ek. Maar is die broek niet al, door het misschien een paar kilo's afval, al iets te wijd? In deze... Nou, ik ben 7 kilo afgevallen, kan ik je vertellen. Dus dat is geen gek gezicht. Nee. Ja. Arend, jij kent natuurlijk ook nog rubberen Robbie van vroeger, hè? Ja. Ik wil niet zeggen dat het daarop lijkt, hoor. Nee, maar wel elastische benen, toch? Maar qua lenigheid zeker. We hebben genoten. Dan komt hij nog een keer. Let op. Kijk eens. Zeg jij dan maar wat het... Kijk, hup. Ja. Ja. Ik kan ook niet zien of het nou het stapje voor de tel is of na de tel. Nee, want onder de tel, maar ja. Maar in ieder geval vanmiddag ook nog achter de coulissen veel gerepeteerd en geoefend. Ja. Nou, we hebben ervan genoten. Chapeau. Dankjewel. We gaan naar de jury. Naar Nens. En die kant op. Geweldig. Een applaus voor Magdalena en Arend Langenberg. Heel veel succes. Dank jullie wel. Doe voorzichtig, hè. Oké.